Nou, het zit echt mee. Ik moest vandaag voor de herkeuring van de auto. Goedemorgen. Het is dinsdag. Dat zeg ik donderdag. En het is vroeg. Want we zitten nog zo naar school. Ik haal even mijn brood eruit. Ik kan het ontdooien. Ga ik zo aankleden en opmaken. Douchen. Sarah is nu bezig in de badkamer. Mila komt daarna ook zo. Dus. Oh, en ik vind het. Zo bijna dit, maar goed. Komt goed. In de auto, kindjes zijn op school en ik mag naar de fysio. En mijn laatste ritjes in mijn mini. En ik vind hem zo leuk. Ik vind hem helemaal geweldig, maar ik ben gebeld. Dus hij moet terug, mijn auto is gemaakt. En normaal ben je helemaal blij dat je auto gemaakt is, maar ik kan hem nog wel een weekje willen hebben ofzo. Ah, ik ben zo blij. Echt, ik ben helemaal los. Wat echt al die tijd niet meer los was. Ik kan me weer helemaal vrij bewegen. Mijn nek is gekraakt. En er zat er een in mijn rug. Dat merkte ik toen ik ging zitten. Die heeft het ook nog even snel gekraakt. En ik voel me zoveel beter. Echt geniaal. En nu ga ik iets doen wat ik niet leuk vind. Want ik ga het leuke autootje wegbrengen. En dat vind ik niet leuk. Maar goed. Ik heb wel mijn eigen auto terug. Maar toch, ik wil hem nog niet kwijt. Ik vind hem zo schattig. Ik ben helemaal mijn stem kwijt van het voorover liggen. Want ik lag heel raar, want je hebt natuurlijk in zo'n bank heb je altijd zo'n gat waar je met je hoofd in kan. Maar dat mag nu geen doekje op. Dus mijn eigen handdoek, want die moest mee, die lag daarin. Dus ik had wel een kootje gemaakt. Maar het gat is natuurlijk dan dicht, dus je ademt er wel een beetje doorheen. Dus ik kreeg het op een gegeven moment helemaal benauwd. Heel mijn keel sloeg droog, dus... Toen moest ik daarvan hoesten, gewoon door de droogte eigenlijk, zeg maar. Omdat ik daardoor heel raar moest ademen. Dus ik ben gelijk helemaal stem kwijt. Nou, dan heb ik zo wel weer terug. Dus nu is mijn fysio gelukkig nuchter, want die snapte ook wat er gebeurde. Maar ja, het was wel even een stom dingetje. Maar goed. Doei, doei, leuke mini. En daar is mijn eigen auto weer. Ik vind hij is ook leuk. Maar toch, doei mini. Doei. Ik zit weer in mijn eigen auto. En die vind ik leuk. Maar Mini staat nog naast me. En ik vind hem zo leuk. Maar goed, deze echt. Hij is zo keurig afgeleverd. Ze hebben hem echt helemaal schoongemaakt. Van binnen en van buiten. Hij is helemaal gepoetst en alles. Dus dat is wel echt top. Oh, dit rijdt zo anders dan weer. Ik zal het zo wennen dan weer. Deze auto rijdt veel zwaarder. Dat vind ik op zich wel fijn. Nou reed de Mini niet heel licht. Want je wel eens, dan voel je bijna niet dat je auto rijdt. Ik vind dat nooit fijn rijden. Zo, eindelijk thuis. Echt van hot naar her gevlogen. En ja, we kunnen weer. Ik had tussendoor na school heel even snel een paar dingetjes bij de supermarkt nog gehaald. Waar ik eerder op misschreef. Dus die ruim ik nog even op. En ik zie net, en je ziet het hier nog een beetje, maar het was net erger ook onder mijn ogen. Hier ook. Dat is dus ook van in mijn handdoek liggen bij de video. Maar net zie ik dus dat het nog veel verder zit. Ik denk, zo heb ik dus ook in een garage staan. Dus die man moet wel gedacht hebben, want het was dus echt aardig zwart. Maar dat heb ik net al een beetje weggeveegd. Dus ik moet zo even bijwerken. Even alles opruimen. En ik heb zo'n honger nu, echt. Tijd gaat zo snel. Even snel wat dingetjes in huis doen. En dan kan ik alweer naar school zagen gaan halen. Dus even stofzuigen, wasje aanzetten. En misschien even dweilen als het nog lukt. Allemaal in mijn sneltreinvaart gelukt. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. De ene keer in de fiets wel, de andere keer niet. Maar goed, ik ben onderweg naar school nu Sarah ophalen. Het was zo stom. Het zonnetje scheen zo lekker. Dus ik denk, oh lekker, op de fiets. En ik kom buiten en hij trekt gewoon echt voor mijn neus weg. Beetje jammer. Nou, het zit echt mee. Ik moest vandaag voor de herkeuring van de auto.
brengen we hem, zijn er voor ons 3 steekproeven geweest. Ze hebben een rondje over het winkelcentrum wat dingen gaan. Ik heb eindelijk mijn wasrek wat ik wil. En mama? En nu zit ik dus te wachten. Ik heb eindelijk een fietsslot. Ja, we hebben jouw fietsslot inderdaad gevonden wat we wilden. En ik voel sokken, die heb met ik. En ik erbij? Heb mijn wasrek. Ja. Want wij konden het slot niet vinden. Nou, er stonden allemaal mensen voor, hè, omdat we er niet naartoe mochten. En toen ging iedereen in het pad, dat was wel echt heel leuk. Het werd heel saamhorig. Er stonden allemaal mensen in de rij met de karren om af te rekenen. Maar daar moesten we bij, maar je mag er natuurlijk niet tussendoor. Dus iedereen ging via op zoek en kijken naar het juiste slot. Dus dat was wel echt heel leuk. Zo kan het ook. Maar dat is gelukt. We hebben nu een goed slot voor Sarah de Vriet. En nu is de auto hier al 3 kwartier en gaat hij zo naar binnen. Voor de keuring. Kan hij wachten? Het is een half uur. Het is al meer dan een binnen een uurtje zou die was te verwacht. En dat is nu ruim 3 kwartier geleden. En hij moet nog gekeurd worden. Hij moet nog naar binnen. Oh jeetje, wat een gestres en gehaast gelijk net. Het was echt naar huis. Ik heb het eten gewoon gelijk opgezet. Dat had ik gelukkig vanochtend klaargezet. Dus ik hoefde echt alleen de pit aan te draaien. En tafeldekken, eten. En toen was het eigenlijk al mijn bedtijd voor Sarah. Toen was deze vandaag gehaald. Vorige ook, deze is zo lekker. En die zag ik, ik heb sokken gekocht. En die moest ik ook echt hebben. En we moesten er tijd voor maken. Ik denk, nou, ga ik gelijk allemaal dat soort dingen doen. Dan heb ik dat gelijk gedaan. We moesten ook een fietslot voor Sarah. Dat was ook gelukt. Die heeft ze nu ook, want we hadden... ik weet niet hoe zo'n slot heet, die je normaal onder je zadel zo dicht doet. Maar die zat dan los en we hebben zo'n standaard en dan ging de fiets door en dan door de band zo, dan kon de fiets niet gestolen worden. Maar ja, dat is natuurlijk geen manier en dat kan hier, maar zodra je een andere standaard hebt, heb je daar gewoon niks meer aan. Want dan kan de fiets niet op slot. Dus nu hebben we een slot dat ze ook als ze ergens mee naartoe gaat, gewoon de fiets op slot kan zetten. En ik ben blij dat ik nieuwe sokken heb. Alleen mijn favoriete sokken, die hadden badstof aan de onderkant, zeg maar, hier erin. En die liepen zo lekker, maar die maken ze niet meer. Echt, zo jammer. Dat zit zo verschrikkelijk lekker. Dat loopt echt alsof je op kussentjes loopt. Dus ik ga het even opruimen. Marco is wel even weer weg voor werk. What's new? Dus ik ga denk ik gelijk even editen. Sarah ligt op bed, dus ik dacht, misschien is het wel lekker. Marco is nogal ook even weg. Ik ga mijn make-up er gewoon hier vast even afhalen. Ik heb ook reiniging, loop ik zo even naar de wasbak om mijn gezicht hier te wassen. En even lekker een maskertje op. Want 2 dagen geleden, denk ik, ja, had ik die reep chocola van Heaven's Best Chocolates of zo. Almond chocolate sea salt. Oh mijn god, wat was die reep lekker. Als je die ooit ziet liggen. Echt. Maar die heb ik dus helemaal op toen. En dat is nu te zien. Beetje jammer, maar goed. Dus ik ga even een maskertje opdoen. En dan even kijken of mijn huid weer wat beter kunnen krijgen. Want dat bevalt me natuurlijk niet. Dus eerst even mijn ogen goed reinigen en dan ga ik even mijn gezicht wassen. En dan gaan we even een lekker maskertje uitzoeken. En daar heb ik natuurlijk vorige keer best wel een voorraadje van gehaald. Dus dat zou helemaal goed moeten komen. Zo, ik gebruik de camera even als spiegel, want ik heb geen spiegel meegenomen. En nu een masker vinden. Zoals je ziet heb ik er nu al aardig wat erin zitten. Ik denk dat ik wel een sheet wil, omdat ik het hier wil doen. Mijn stem is nog steeds raar. Ik dacht dat het over zou gaan naar vanochtend, maar even kijken wat ik ga doen. Of er iets in zit. Zuurstof. Collageen, deze vast boven. Even kijken. Dit is dezelfde, geloof ik, als die ik net had. Nou, dan ga ik gewoon lekker deze doen. Dat is een dubbele en dit is een sheet. En ik wil wel een sheet nu. Nou, laten we eens gaan kijken. Ik ben benieuwd.
ik zou verwachten dat hij zwart is. Ja, volgens mij wel. Dus, oh, hij lekt helemaal. Er komt wel heel veel af. Kijken of ik hem goed uitgevouwen krijg. Dit is het meest gevoelde masker volgens mij ooit. Ik denk dat ik helemaal doorweekt ben zo, maar we gaan het zien. Ik krijg hem bijna niet eens uitgevouwen. Oké, ik heb hem los. Hij lekt echt als een gek, maar ik ga hem even proberen op te doen. En weer even de camera gebruiken om te kunnen zien wat ik doe. Oh, ik vind het altijd zo koud. Misschien moet ik ze voortaan even te verwarming leggen of zo. Voor ik ze opdoe. Oh, hij druipt helemaal af. Maar hij zit op. Dus ik ga gewoon even lekker tv kijken. En deze zijn werk laten doen. Het ziet er wel echt heel raar uit zo. Hij heeft er lang genoeg op gezeten en weer, ik kijk niet in de camera omdat ik hem als spiegel gebruik. Hij gaat er echt heel makkelijk af. En even de restant lekker inmasseren. Nou, die heeft hij genoeg. Want hij droop er natuurlijk van. Ik denk dat deze nog een half uur duurt voordat het ook al ingetrokken is. Dan had ik eigenlijk iets moeten doen dat deze had uitgedroogd en weggehaald. Maar goed, misschien morgen. Maar ik weet ook niet of ik er echt iets voor heb. Maar goed, het is altijd wel even lekker voor je huid. Om gewoon sowieso een lekker maskertje te hebben gedaan. Nu even tijd voor een healthy snack. Ik ben er weer helemaal klaar mee voor vandaag. Ik heb de kamer opgeruimd. Dat vind ik altijd echt wel een dingetje om iets te doen voor het slaapraam. Je doet het eigenlijk ook altijd weer gewoon even orde op zaken stellen. Ik vind altijd zoveel lekkerder als ik mijn bed uitkom. En nu ga ik dus lekker mijn bedje in. Ik wil je nog wel bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dat is helemaal gratis. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!